Jurre bezorgt bloemen bij mensen thuis. Meestal op zijn fiets, samen met zijn vriend Bas. Die helpt Jurre met zijn bloemenhandeltje. Ik heb bosjes orchideeën. Ik heb bosjes chrysanthemen, een paar grote en een kleine. En dan heb ik hier lysianthes. Jurre begon in coronatijd met het opzetten van een bedrijfje in bloemen. Hoi. Hoi, wil je misschien voor mij een bosje bloemen kopen? Ja, tuurlijk jongen. Die kostte dan €12,50. Ja. Het kwam eigenlijk een beetje door mijn moeder. Omdat ze zei veel van, ja, ga eens wat doen. Dus ik dacht, ja, ik kan ook wel bloemen gaan verkopen. Ik vind het leuk om wat bij te verdienen. En dan ook nog nieuwe mensen leren kennen. En ik vind het zelf wel heel leuk. Vooral omdat ik ook een van de weinigen ben en zo jong. Dat ik een eigen bedrijf heb. En Jurre is niet de enige jonge ondernemer in ons land. Het aantal kinderen tussen de 10 en 14 jaar met een eigen bedrijf groeit al jaren. In 2019 hadden 65 kinderen officieel een bedrijf. En dit jaar staan 100 kinderen met hun bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat is de organisatie waar alle bedrijven in Nederland bij horen. Bijna twee keer zoveel zijn het er dus. Deskundigen van de Kamer van Koophandel, die in dit gebouw werken, denken dat door corona meer kinderen een bedrijfje zijn begonnen. Ze zaten veel thuis, schoolvakantie kwam eraan, vakanties waren veel minder mogelijk. Dus dat stimuleert wel dat kinderen heel erg enthousiast en gedreven zijn en aan het nadenken zijn, wat kan ik nou eigenlijk doen? En vaak ook op leuke ideeën komen om een bedrijf te beginnen. Ook al bracht zijn moeder hem op het idee, Jurre vindt het heel leuk om nu al een eigen bedrijf te hebben. Hij belt zelf met zijn leveranciers. Ik zou graag een bestelling willen plaatsen. Oh, natuurlijk. Ja, ik wil graag 5 mixbosjes van 20 stengeltjes als dat kan. 10. Jurre's moeder regelt al het papierwerk, belasting betalen en zo. Zo houdt hij genoeg tijd over om te sporten voor vrienden en school. En dat is heel belangrijk, vinden deskundigen. Je vindt het echt heel gaaf dat je gaat ondernemen, maar maak alsjeblieft wel je school af. Zorg ervoor dat je afspraken maakt met je school. En ook wel dat je ouders meegenomen worden in wat je doet. Die twee dingen vinden we echt super belangrijk. En of Jurre later door wil gaan met zijn handel in bloemen? Dat niet. Ik wil dan directeur worden van een rietdekkersbedrijf. Ik vind het altijd leuk om een beetje op dak te klimmen. En met rietdekken kan je dat denk ik wel goed. Maar voorlopig blijft Jurre op pad gaan met zijn bloemen.